Justin 3. Welkom bij IDNT Radio in the State of Trance, aflevering 101. De achtergrondgeluiden van Mike Push. His track heet NRC, Here Comes the Rain Again. Heeft me best voor moeten doen om eraan te komen. De plaat schijnt uit te zijn op een promo op Illustrious Recordings. Dat is ook een fantastische dub van, maar de lokale versie is toch ook wel te pruimen, zou ik willen zeggen. Mike moet het wel erg druk hebben met al zijn remixen. Maar als Mike ergens zijn handen aanlegt, dan weet je meestal wel dat het goed komt. Welkom bij Your Thursday Night Dance Treatment. De komende 2 uur niets anders dan het nieuws op het gebied van trance en progressive. Leuke reacties die we gehad hebben op de uitzending van vorige week. De 100ste uitzending live vanuit Bloemendaal. Het was echt een memorabele avond. Ik hoop dat we dat nog een keer over konden doen. Inmiddels zijn ook de eerste reacties binnen via e-mail. radio@idmt.com. Vind het heel leuk om te weten als jij daar geweest bent. Of als je naar de uitzending geluisterd hebt, wat jij ervan vond. IDNT Radio in de ether. Dan ook druk aan het chatten op www.arminvanburen.tk. Dus Van Buren met 2 U's. Het wordt inmiddels erg gezellig. Ook al je vrienden zijn daar. Ik heb inmiddels ook John Aubert gezien. Die is daar. Dus mocht je meer informatie willen hebben van hem over zijn set, kun je gezellig even achter internet mee chatten. Vanavond voor je heel veel nieuwe tracks. Onder andere de nieuwe Darren Tate en Diono Grant. Nocturnal Creatures gaat die heet. En een fantastische Scarab mix op Noorden komt ook voorbij zometeen. We hebben Benny Benassi. En zometeen hierna natuurlijk de week van vorige week van Laura Turner. Maar dit is heel exclusief. In a State of Trance, the new Katana. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
Radio. Je luistert naar Laura Turner. Laura Turner is een soulzangeres uit de Verenigde Staten. En dan weet je wat er gebeurt als twee Nederlandse topproducers haar onder handen mogen nemen. Dan blijft er niks van haar over. De Signum Remix Soul Deep, Laura Turner. Vorige week Tune of the Week tijdens de Bloemendaal uitzending. En daarvoor de nieuwe Katana. Heeft nog geen titel, ook het label weten we nog niet. Ik wil zeggen dat het weer een heel smakelijke plaat is van Randy. Vijf minuten voor 8:30, je luistert naar ID&T Radio. Volgende uur tussen 9 en 10, geen gelul. 1 uur lang non-stop in de mix. Met ook daar het nieuws op het gebied van trance en progressive. Want er is vreselijk veel uit deze weken. Het is vlak voor de zomer en heel veel labels release op het laatste moment nog hun toppers voor de zomer. Dus het is een heerlijke uitzending. We hebben ook een item in deze show, die heet de Future Favorite. Zometeen na de volgende plaat maken we de uitslag bekend van de Future Favorite. Vorige week draaiden we 3 platen. Ik zal nog even, om je geheugen een beetje op te frissen, 3 platen aan je voorbij laten komen. En dan zometeen de uitslag van de Future Favorite in the State of Trance. De eerste plaat die we draaiden was Amniglisi No Lava. Tweede plaats MP Real Sun Intense Emotion op Galactic Recordings. Waarop je kon stemmen vorige week was Rank 1 Breathing Airwave The Push Dub. Via www.trance.nu, dus trance.nu. Een van de 3 platen die je net hebt gehoord. Zometeen de uitslag. Maar eerst een fantastische Steve Murano mix van Benny Benassi's Presents The Biz Satisfaction. Een plaat die je al veel op ID&T Radio voorbij hebt horen komen. Let op, dit wordt een grote deze zomer. Binnenkort uit op het Engelse Data Recordings. En nu hier in deze show. Tune of the Week.
push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction, 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 satisfaction. Push me, and then just
album Collective Sound gaat het heten. MP Real Sun Intense Emotion, krijg je een beetje dat Bloemendaal gevoel van. Gekozen met 41,4% van de stemmen vorige week. Als future favorite door de luisteraars van dit programma. Ik heb ook wel de nodige mailtjes binnen naar aanleiding van mijn oproep van daarnet. Wat jullie van de uitzending van vorige week vonden. Jan Krijzer schrijft, vond het zeker een vette show en ik had er ook graag bij willen zijn. Maar ja, zeurende ouders hè, dat je de volgende dag naar school moet. Aangezien ik nog 17 ben en nog thuis woon, heb ik me volgens hun nog steeds aan hun regels te houden. Dus nu kom ik wel gewoon een keer asociaal bij je binnendroppen bij IDT Radio. Wel heel vet dat jullie etenfrequentie hebben. Had ik mijn ouders ook lekker lastig vallen met de beste dance in de auto. Nou, zo horen wij dat natuurlijk graag. Taco zegt, wil je nogmaals feliciteren met de 100ste uitzending van de State of Trance. Op naar de volgende 100. Stel voor dat je vaker op Bloomingdale je show houdt in plaats van in de saaie studio. Dat zou inderdaad wel gezellig zijn. Ik hoop in ieder geval dat je het nog steeds met veel plezier doet. En ik spreek je misschien binnenkort weer. Bedankt Taco en alle andere mensen voor hun reactie. Radio Apenstaartje id-t.com. Dat is een memorabele uitzending volgende week. En we gaan zeker nog een keer zoiets doen. We were the first, and we will be the first. IDMT Radio. IDMT Radio. Dance music only. 41 minuten over 8, je luistert naar IDMT Radio. En dan gaan we weer 3 platen in de mix. Ik zou het heel leuk vinden als je naar deze 3 platen even naar www.trance.nu gaat en even stemt op jouw favorieten van deze platen. En dan zullen we die volgende week nog een keer draaien als future favorite. Want zo doen we dat bij IDMT Radio. Jij kan mee bepalen wat wij draaien. En dit is de eerste. We weten nog niet precies wie het is. Het plaatje heet in ieder geval Evoluzione. Heerlijk zomers gevoel in je onderbuik. En die radio mag harder. In the state of trance. State of Trance with Armin van Buuren. We'll be right back.
van Darren Tate en Jono Grand op de achtergrond. Dit is hun nieuwe single Nocturnal Creatures, gaat het dingetje heten. Het is pas vandaag gemasterd, heb ik mezelf laten vertellen. Het is wel heel vers. En daarvoor zat Inner Motion, How Did You, de Scarab Remix op Nordic Recordings. En we begonnen het blokje van drie met Evolutione op Forbidden Planet Records. Ik zou het heel leuk vinden als je even naar www.trans.nu gaat. En even stemt op jouw favorieten van deze drie platen die we net gedraaid hebben. En dan volgende week draaien we die plaat nog een keer. Ik denk toch wel een dikke 9 op de kippenvelmeter deze plaat. Een plaat die je in ieder geval zeker vaker gaat horen deze zomer. Ik heb een mailtje van Nick Barton. Zullen jullie mij nog een keer de titel van het nummer kunnen geven dat jullie net draaiden rond 8:30? Dit nummer zou deze zomer een hit kunnen worden. Ja, dat denk ik ook. Volgens mij is dat die Benny Benassi die jij noemde. Die jij bedoelde Satisfaction, de Steve Murano mix. En als je nou een titel zoekt van de tracks die we hebben gedraaid, kijk dan morgen op internet www.id-t.com. Dus www.id-t.com. Dan vind je de tracklisting van deze show en heel veel ander nieuws. Zometeen, na de boodschappen en het nieuws, wat we tegenwoordig ook hebben, 1 uur lang non-stop in de mix. Zonder onderbrekingen. Want ook dat doen we hier bij IDT Radio. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin Van Buuren. Mix with Armin Van Buuren.
am the music that I portray comes from the heart and comes from the mind. Ontzettend fijn weekend wensen. Zometeen de finest hour met DJ Robert Gittelman.